Nou, we hebben juist gelachen. Nou, ze doen maar mini voorlaan. Die hebben dat je aan. Ik spreek gewoon Nederlands hoor. Nou, zeg dat dan. Wil jij goedkoop, snel en betrouwbaar FIFA coins kopen? Ga dan naar www.coinsfifakopen.nl en gebruik de code Milan voor 7% korting. Yo, mensen, mijn naam is Mattie en dit is de 62e aflevering van FIFA Vrijdag. FIFA Fridays. En we doen gelijk een nieuwe aankoop in deze. Kun je ook een oude aankoop doen? En we doen gelijk een aankoop in deze aflevering. We kopen Brunet. Joshua Brunet. Is dat een goede aankoop? Weet ik niet. Wat is dat voor antwoord? Dus je vindt hem gewoon een klootzak? Ja. Hey! Ik zei nog zo, Memphis, doe nou niet! Toch wel? Dat we even flink voor je bek geramd hebben, Brunet. Ja? Nee? Ja? Echt? Nee. Wat was er dan? Ik denk gewoon, moeten we ons alle twee gewoon bewijzen. Ja, maar hij was een stuk sterker. Hij laat ook gewoon zijn ding zien, ik laat mijn ding zien, dus ja. Scheelde niet veel of je kop lag eraf, hè? Ja, dat denk ik ook weer niet. Maar hoe kwam die ruzie dan tot stand? Hij ligt gewoon een trainer. Nou, hem boeide geen hele flikken zo te zien. Ik zet Brunet erin, maar gelukkig staat Brunet helemaal hier en Depay helemaal daar. Dus er zit nog wel wat veilige afstand tussen. Maar goed komen toch, Ronnie? Ja, nee, zeker weten. En dan moet ik tegen dit team. Louis. En dan is hier de eerste de beste corner. Die slingert van Persie voor een... Jij. Ich. Jij weet niet wie ik ben. Shit, die hype is er lang over, Matty. Hé, hey, dit is de tweede corner van Persie. Die geeft hij niet tot de tweede paal, maar legt hem op de 16. Willems. Weet je dat Willems vroeger linksbuiten was? En niet goed genoeg was voor linksbuiten. En dus maar linksback werd gezet. Leuk feitje, hè? In ieder geval, hier is Bas Dost door aan de zijkant. En die gaat erin via... Maar dan maakt hij alsnog de 2-1. Want dan heeft Dirk Kuyt hier de bal. Die rent naar binnen. Zoekt de ruimte voor het schot met zijn linker. Maar oh, afgepakt. Wat is dit? What the fuck? Ja, schrijf maar met die onzichtbare pen op je onzichtbare boekje. Maar dit is wel een lekkere plek voor een vrije trap voor Robin. Hij gaat achter die bal staan. Neemt de aal op en rap. Godverdamme. Verontschuldigingen. Maar die zijn helemaal niet nodig, want de keeper paast hem hier in de voeten van Dost. Waar ben je van Persie? Waar ben je van Persie? Nergens. Niet nodig, want Bas Dost doet deze ding. Au. Laten we dan maar een genadeklap uitdelen voor Persie schiet. Ja, lekker blunder. Derp. Jongens, wat is dit? Wat is dit? Beetje koppigheid. Toch niet zo koppig als Memphis, hè? Nee, dat niet. Een dag in het leven van Robin van Persie. Hey Bas, gefeliciteerd man. Mooi man. En dan is het potje voorbij en dit duurt letterlijk een uur voordat dit voorbij is. Maar het stopt uiteindelijk en ik krijg 0 coins. Wat slaat dit op? En dan win ik het potje, maar ik kreeg gelukkig nog wel de 3 punten erbij. Dat verbaasde me al genoeg, dus daar was ik blij mee. En dit is meteen met C5. Hij scoorde dit weekend overigens een hat-trick in 3 minuten. Penalty, gewone goal, penalty. Echt proficiat in de tweede Schotse league. Maar ik heb nog een andere fantastische goal gevonden van C5. Ik zie dit voorzitter op hem en hij schiet. Mooi man. Ah, ik vind het leuk dat C5 het goed doet. Iedereen riep wel in vorm C5. Hij zit alleen niet meer in FIFA, maar hey. Nou, laten we dan maar gewoon het volgende potje spelen. En dat is tegen deze... Makkelijke club. Oh, what's up, talk to the hand, bitch. Of het echt heel makkelijk ging worden, dat weet ik ook niet. Maar stroot, man. Wat doe je? Rood voor stroot. Ja, die had ik ingestudeerd, sorry. Ik kijk zo anders tegen Strootman aan nu ik hem een keer in het echt ontmoet heb. Trouwens, er was zo'n gerucht van de week van een oud Roma-arts. Die niet meer bij Roma werkt. Dat Strootman zijn carrière voorbij zou zijn. Omdat zijn operatie mislukt was of zo. Volgens mij is het echt dikke nonsens. Dus wees niet bang. Het is nog niks van confirmed. Oh, maar is die rode kaart van Strootman? Is hij bijna altijd niet dikte op Bas Dost? Die neemt hem mee en die schiet! Mooi goal, Bas. Nou, we hebben juist gelachen. Nou, ze doen maar mini voor dan. Ik spreek gewoon Nederlands, hoor. Nou, zeg dat dan. Vandaag krijgt Bas al wat cadeautjes naar zich toegeworpen, hoor. Want dit is zo simpel. En dan tikt iemand van Persie en die scoort. Hij lief. En jawel, ik krijg coins erbij. Yes, 309. Daar staat dan wel weer tegenover dat ik dus geen punten erbij krijg. Want ik win 3-0 en ik heb precies dezelfde record in de divisie 4. Oh, wat is dit voor onzin? Is het beter dat ik gewoon deze hele kut serie stop, de kutspel? Ah, dat denk ik ook weer niet. Oké, dan niet. Nou, ik win dus wel, maar eigenlijk dus ook weer niet. Maar helaas heeft Stroopman dan rood. En dan moet Daan Blij er weer in komen. Ik blijf het geweldig vinden, die Daan Blij. Oh, nee, ja. En dan kom ik tegen deze. Makkelijke club. Dat valt wel mee, hoor. En ik zweer het je, ik heb denk qua resultaat later nog nooit zo'n goede aflevering van FIFA Fridays gespeeld. Want hier maakt Dost weer de 1-0. Inform Dost, magnifico. Dan krijgt hij wel een kans, maar op de lijn. Au, dat doet pijn, ja. En zoals ik al zei, het is echt cadeautjesdag. Dost heeft hier de bal, maar naar wie moet hij een passen? Naar niemand. Hij schiet hem er gewoon zelf in, dus dat doet Dost dan wel weer goed, hè. Of niet, Terry? Vind je grote liefde op pepper.nl. De niet zomaar een dating site. Hij lief. Ik bedenk me ineens dat ik nog wat huiswerk moet doen. Ah, ik moet het echt niet vergeten om zo te doen. Wacht, ik schrijf het op mijn hand.
Jim, ik win. En ik win de titel. En dat is 9000 coins. Wat moet ik al met al die coins? Dat wil ik namelijk voor jullie weten. Wie moet ik van mijn geld kopen? Ik heb echt een heleboel spelers. Maar wie moet ik kopen van mijn 9k? Zeg het, laat het weten. Voorlopig koop ik alleen nog even de man die helemaal vanuit het noorden van het land moest komen om hier te komen. Royston Drenthe. Wat een joke, hè. In die verra. Ja, Royston Drenthe is zo'n asemleier, hè. Zit hij met zijn bier in zijn Ferrari? Kerel, die man heeft nu al geen geld meer nu die bij een poepclub speelt. Als in Real Madrid money zijn er lop. Ja, dit was ooit een veelbelovende linksback van Nederland en Real Madrid. Moet je nagaan. En ik heb eigenlijk ook weer een extra centrale verdediger nodig. En dat wordt Stefan de Vries. Zijn jullie blij met deze aankoop? Ja, dus. Ja. Wil je een klap van de pai? Maar dat denk ik ook weer niet. Toch wel? Ik wil trouwens een regel verzinnen dat ik op een of andere manier ook Robben kan krijgen in deze serie. Want die ontbreekt echt nog in mijn mening. Die hoort gewoon bij het Nederlandse ervaring. Maar die ga ik natuurlijk nooit krijgen door het alleen maar te spelen. Dus ik wil van jullie weten. Kunnen jullie een challenge bedenken? Of zoiets? Bijvoorbeeld als je met DOS 50 goals zet, dan unlock je Robben en mag je hem op je account zetten. Of iets als score met je keeper, een actie vanaf de 9. Of score in één aflevering zoveel goals met je keeper in de spits. Weet ik veel alles. Zodat ik Robben mag unlocken. Dat ik gewoon op mijn account mag zetten vanaf mijn hoofdaccount, weet je wel. Laat me weten of je daar een idee van weet. Of dat je het helemaal niet wil. Maar mij lijkt me wel vet. Verder, als je geen blauw duimpje achterlaat dan... slaat de paaien voor je smoel. Is het filmpje nu voorbij, Ron? Ja, nee, zeker weten. Oké, doei. Doos! Rip Baartmans. Met zijn overweldigende MLG skills. I feel paralyzed. Lol. Lost zal helaas nooit een echte 316 Oostkoper worden.